Soms die advocaten maken een beetje geïrriteerd. Ja, maar zij ons ook, hè. Ja, zij ons ook. Dirk van Dijk, jongen. Mevrouw de voorzitter, meester de Donker beschuldigt hier elke dag iemand anders. Weet je, die volgt impulsen. Dat is heel grappig, want die heeft met mama het eiland gedaan. Ja. Toen ik geboren was. En ik zat toen onder mama haar bureau in een rieten mandje. En dan moesten ze soms stoppen en moest mama mij borstvoeding geven. What? Ik ging elke dag mee naar die opnames. Dat is toch mooi. En dus Dirk, dat was de volgende keer dat hij mij zag. Ja, 18 jaar later. Niet. En dus Dirk had zoiets, Jesus Christ. Ineens stak ik hier in plaats van met die moeder, met die dochter, dat voelde heel raar. En is mama nog een keer meegekomen om tegen Dirk dag te zeggen. Wauw, tof. Ja.